Van driehoek ABC is ook B 46 graden, BC is 10 en AC is 8. Bereken beide mogelijkheden voor de hoek A. Ik blijf hier blijkbaar een driehoek en die driehoek is zo, ja, met die getallen ingesteld dat er twee driehoeken mogelijk zijn. Want ik moet beide mogelijkheden voor A uitrekenen, dus er zijn twee driehoeken met een hoek A. Nou, dit moet ik eerst eens even gaan tekenen. Dus ik kom zo bij terug. In het linkerplaatje heb ik een willekeurige lijn AB getekend. Ik heb hem extra lang getekend, want ik weet niet hoe lang die gaat worden. In het tweede plaatje zie je dat ik een hoek B heb getekend met een geel driehoek. Die hoek is 46 graden. En ik heb een zijde BC getekend en die is 10 lang. Nou, nu moet ik gaan vinden waar punt A daadwerkelijk ligt. Want die hoeft helemaal niet te liggen waar ik hem nu heb getekend. Wat weet ik zeker? Dat vanuit A naar C dat het lengte 8 heeft. Dus ik moet allerlei lijnen gaan tekenen. Zo, die allemaal lengte 8 hebben en dan kijken waar die lijn AB snijdt. Nou, daar zijn handige manieren voor. Ik gun het weer even weg. Wat ik ga doen, ik ga een cirkel tekenen vanuit C met een straal van 8. Oké, dan krijg je het onderste plaatje naar links. Dus ik heb vanuit C een cirkel getekend met een straal van 8. En je ziet, die snijdt de lijn AB in twee punten. A lag niet daar, maar dat wist ik ook, want ik had expres gewoon een lijn getekend en die was extra lang. Nee, de ene A ligt hier en de andere A ligt daar. En daar kun je dus twee driehoeken bij maken. Nou, die zal ik nu even tekenen. Zo, hier zie je de twee plaatjes. Linker en rechter, twee verschillende driehoeken. En bij alle twee de driehoeken geldt dat BC 10 is, dat AC 8 is en dat hoek B 46 graden is. 46 graden, 10 en 8. Dus bij alle twee is dat hetzelfde. En bij alle twee moet ik nu hoek A gaan uitrekenen. Nou, je doet dat eerst bij de scherphoeken, want de sinusregel geeft je in principe altijd het antwoord op scherphoeken. Dus ik schrijf even de sinusregel op. A gedeeld door de sinus van hoek A is B gedeeld door de sinus van hoek B is C gedeeld door de sinus van hoek C. Nou, ik heb ze niet alle drie nodig, want van hoek C weet ik helemaal niks, dus die ga ik niet gebruiken. Maar ik heb hier de hoek A en daar tegenover staat zijde A. Ik heb daar hoek B en daar tegenover staat zijde B. Die ga ik invullen. A is 10. De sinus van hoek A, die weet ik natuurlijk niet. B is 8. En hoek B weet ik wel, die is 46 graden. De sinus van hoek A, ga ik kruislinks vermenigvuldigen, is 10 keer de sinus van 46 gedeeld door 8. En dan kom ik ongeveer op. Oké, dan gaan we met de rekenmachine het eventjes uitrekenen. Breukentoets. 10 keer de sinus van 46 gedeeld door 8 is 0,899. Dus de sinus van hoek A is ongeveer, ik ben het getal vergeten, 0,899. Ik wil natuurlijk hoek A hebben, dus de sinus die moet weg. Dus ik gebruik op de rekenmachine de shift sinus. Shift sinus, vorige antwoord, ans. En dan krijg ik ongeveer 64,0 graden eruit. 64,0 graden. Oké. Dus in die scherpe hoek, daar, die is ongeveer 64,0 graden. Ja, dan moet ik de stomphoek nog uitrekenen. En die scherpe en die stomphoek, die hebben een hele mooie relatie met elkaar. Want die twee zijn samen, zijn ze 180 graden. Dus ook in het linkerplaatje, die twee zijn samen 180 graden. En ik heb nu eigenlijk deze 64 uitgerekend. Dus als ik de andere hoek A wil hebben, dan doe ik 180 min 64 graden. Ga naar de rekenmachine, 180 min ans natuurlijk. En dan kom ik op 115,95. Moet ik naar 1 decimaal afronden, dan kom ik ongeveer op 116,0 graden uit. Zo heb ik beide hoeken A uitgerekend. Nu gaan we naar vraag B. Bereken beide mogelijkheden voor AB. Ja, ik heb nu hoek A uitgerekend. Deze is 116 graden ongeveer. Die andere is 64 en ik moet in beide gevallen AB uitrekenen.
Dus ik moet in beide gevallen de sinusregel gebruiken om de overstaande van hoek C, dus lijn C, uit te rekenen. Dus ik moet twee keer de sinusregel gaan doen. Oké. Nou, ik schrijf het maar weer even op. A gedeeld door de sinus van hoek A is B gedeeld door de sinus van hoek B is C gedeeld door de sinus van hoek C. Ik weet dat hoek B 46 graden is. 6, sinus van 46. Zijde B is 8. Ik neem even die en niet van vaag A, want dan moet ik te veel met ans gaan werken. Als ik hoek C zou weten, want ik moet zijde C weten, dat is zijde AB. Als ik hoek C zou weten, dan kan ik die uitrekenen. Dus ik moet hoek C uitrekenen. Nou, hoek C is natuurlijk, alle drie de hoeken bij elkaar zijn 180. 180 min 46 min die 64, nou, een heleboel cijfers achter de komma, want je moet met het onafronde getal werken. Dan kom je op 69,95 graden uit. Die vul ik hierin bij hoek C. De sinus van 69,95. En AB is dan 8 keer de sinus van 69,95 gedeeld door sinus van 46. En AB is dan ongeveer 10,4 als je het afrondt. Nou, reken maar na met de rekenmachine. Nou, dan hebben we hier natuurlijk nog de driehoek met de stomphoek. Ja, die heeft een andere hoek C. Hoek C is daar 180 min 46 min 116. Nou ja, die heb ik afgerond met de rekenmachine. Dus ik moet het onafgeronde getal nemen in de rekenmachine. En als je dat doet, dan kom je ongeveer op 18,04 uit. De sinusregel gaan we opschrijven. Doe ik alleen het tweede stukje. 8 gedeeld door de sinus van 46 is AB, hè, dat is zijde C, gedeeld door de sinus van 18,04. Oké. AB is dus, ik doe precies hetzelfde als bij die vorige. 8 keer de sinus van 18,04 gedeeld door de sinus van 46. En ik gebruik hier ook weer de ans op de rekenmachine, zodat je het onafronde getal gebruikt. En dan krijg je dat AB is 3,4. Oké, gaan we naar vraag C. Nou wil Judith een driehoek tekenen met hoek B 46, BC is 10 en AC is 7. Nou is de vraag, waarom is dat niet mogelijk? Nou ja, dan moeten we dat gaan proberen. Ik teken het even in het vorige plaatje. Dan zou deze zijde, ik weet niet precies hoe die gaat lopen, maar die moet 7 lang zijn. Nou, de kortste zijde die je kan hebben, ik weet niet of die 7 is, als daar een rechte hoek is. Dus ik kan gaan uitrekenen hoe lang die zijde minimaal moet zijn. Nou, dan ga ik uitrekenen. Dit is de hoek waar het om gaat. Dan is dat de overstaande zijde. Er staat een aatje bij, maar dat is natuurlijk de schuine zijde van deze rechthoekige driehoek die ik heb getekend. Dus dat aantje streep ik even door. Een O en een S, ik moet dus de sinus gebruiken. De sinus van de hoek is de overstaande gedeeld door de schuine. De sinus van 46 is de overstaande, die weet ik niet. Noem maar eventjes hoogte. Gedeeld door de schuine, 10. Die hoogte is dus 10 keer de sinus van 46, nou, laten we eens uitrekenen, 10 keer de sinus van 46 is 7,2 afgerond. 7,2. Dus de kortste die je kan hebben, zo vanuit C naar de lijn AB, is 7,2. De lijn die zij wil tekenen, die is 7, die is dus te klein. En dus kan zij de driehoek niet tekenen, want hij komt dan ergens tot daar. En dan krijg je geen driehoek.